En wij laten inderdaad dat linkse progressieve geluid horen. Ja, dus ik heb dus daar alle vertrouwen in. Als het niet gaat lukken, zou ik de tent sluiten aan die kant. Ja. En we hebben ook wel intern het gesprek eens gehad. Of wat vind je er nou van? Dat er zo ontzettend veel kritiek in Nederland ook vaak is op personen. Dus daar hebben we even vandaag gingen daar even het gesprek over. En wat vond hij ervan? Nou, hij zei, ik heb ook niet per se een dikke huid. Dat raakt me soms ook. En dat vind ik heel goed dat je in zo'n groep dat gewoon kan vertellen. Aan elkaar. Ja. Hij is dus ook wel kwetsbaar, Mats, als je dat zo hoort, hè? Nou, ik hoorde achter de schermen juist dat het wel hoe zeg je dat? Iemand die gewoon heel erg werkgericht is, doelgericht en daarbij niet altijd even hartelijk. Maar wel goed in zijn werk. Dat krijg ik te horen. Ja, dat is jouw verwachting, als je het nu een beetje in kan schatten. Gaat dat werken? Van deze combinatielijst? Ja, als Timmermans het in de debatten goed gaat doen, want daar zie je toch vaak, dan wordt het pas echt duidelijk of mensen, of dat aanspreekt en of hij goed uit zijn woorden komt en het verhaal goed kan vertellen. Dan zie je vaak dat er nog heel veel kan veranderen. Dus dat moeten we gaan zien. Maar tot nu toe doet hij nog niet zoveel media. Minimumloon en die speciale CV-kaart of die openbaar vervoerskaart. Openbaar vervoerskaart, 49 euro per maand. Ja, heel duur. Daluren enzovoort. Het kost nogal veel geld, las ik de plannen van GroenLinks PvdA. Ja, maar er komt een miljonairsbelasting. Oh, er wordt 9. Dus dat, een miljonairsbelasting? Dat is, daar willen ze het van gaan betalen. Ja, Wilfred, jij gaat dit betalen. Sommige mensen aan tafel is dat heel vervelend. Jongens, ga door, ja. Maar het gaat veel geld kosten. Ja, maar het is soms ook wel. Ja, tuurlijk gaat het veel geld kosten. Maar net als heel veel andere partijen laten wij ook ons programma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat is heel veel op af te dingen, want niet alles kan je precies doorrekenen. Ja. Bijvoorbeeld elke euro die je investeert in onderwijs levert op termijn heel veel geld op. Nou, dat past niet helemaal in die plaatjes van het Centraal Planbureau. Maar wij laten daar ook in zien waar we dat van betalen. En dat is inderdaad door van de mensen die heel veel verdienen, maar vooral de grote vervuilende bedrijven meer te laten betalen. Ja. Dus altijd... Die fossiele bijvoorbeeld inderdaad... 37 miljard, klopt dat? 37,5 miljard. Dat is toch bizar dat we dat zo lang... Nou, weet je wat je daar allemaal van kan betalen? Ja, daar kan je echt een heleboel mee doen. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Ja. Precies, en laten we dat nou inderdaad investeren in de mensen die dat minder goed hebben. Want we weten ook allemaal dat die ongelijkheid in Nederland de afgelopen jaren alleen maar groter is geworden. Even kijken naar jou. Is Nederland klaar voor een links geluid? Is Nederland klaar voor een linkse wolk? De vraag is... Kijk, uit de peilingen blijkt wel dat die combinatie in ieder geval redelijk uitpakt nu. Ja. Het deed ook al wel redelijk in de Eerste Kamer. De vraag alleen is of Timmermans en geloofwaardig de bestaanszekerheid verhaal kan vertellen. En of hij dat groene verhaal met die bestaanszekerheid kan verbinden. Ja. Want dat is natuurlijk iets waarvan mensen denken... hallo, leuk dat ik zonnepanelen op mijn dak moet gaan leggen. Maar ik heb überhaupt niet het geld om ze neer te leggen. Nee, dat kost me nu 25 jaar om het terug te verdienen. Ja, precies, ook al krijg ik er subsidie voor. Dus hoe ga je dat geluid goed met elkaar verbinden? En weet je dat ook goed over te brengen? En dat is nog maar net de vraag of hij dat kan. Wat denk jij, Mats? Ja, hij kan ook niet te linkse gaan profileren op klimaat. Want dan lopen misschien de centrumstemmers weg. Dus ik denk dat hij een beetje in het midden gaat proberen te zitten. Maar je ziet andere linkse partijen die gaan... Nu bijvoorbeeld Volt kwam deze week ook met het programma. Die zeggen radicale klimaataanpak, Partij voor de Dieren. We willen geen privéjets meer. Verbod op bijna alle vluchten. Ja. Dus het kan best zijn dat hij dan naar links weer wordt ingehaald door wat andere partijen. En dat hij er weer wat van afsnoepen. Nou ja, en wat interessant is, wat ik me wel afvroeg. We zitten hier nu toch met een GroenLinkser aan tafel. Ja, PvdA GroenLinkser. Ja, het is GroenLinks PvdA. Eerst GroenLinks. Ja. Daar staat een PvdA. Migratie, daar zie je toch wel een beetje weer dat oudere geluid van de PvdA iets harder erop in. Want ze zien dus ook wel dat dat toch wel een thema is. Dat is harder dan GroenLinks daarin gaat, in principe. Daar heeft GroenLinks in het programma dan toch een beetje op in moeten leveren. Nou, ja en... Oh, ga jij een ja-nee zeggen? Oh jee. Ja. Heel politiek. Zo. Nee, niet... Omdat je merkt dat het migratiedebat heel vaak wordt platgeslagen. Over wil je meer of minder vluchtelingen. Maar ook GroenLinks heeft altijd al gezegd... mensen die echt vluchten voor oorlog en geweld... die moeten we in Nederland opvangen. En ik woon zelf in Nijmegen, waar we ook die ervaring hebben... dat je heel goed mensen kan opvangen. En dat ook de samenleving, als je hen meeneemt... daar open voor instaat. Ja, maar dit gaat natuurlijk om hard aanpakken van mensen die overlast geven. Heel snel zorgen dat mensen die hier echt geen recht hebben op verblijf... gewoon weggaan. Dat soort hardere maatregelen. Ja, maar daar ook de afgelopen... ook de afgelopen debatten die we hebben gehad... de afgelopen debatten over migratie... die mijn collega Jean Kreuger heeft gehad... daarin heeft ze ook iedere keer benadrukt... dat in Nederland de procedures gewoon niet op orde zijn. Dat we hier inderdaad mensen die... waarvan je je afvraagt of ze hier horen... die houden plekken bezet voor mensen die wel vluchten voor oorlog en geweld. Dit is al minder hard dan het nu in het programma opgeschreven staat. Ja, en je moet je wel afvragen...
vragen, Lisa. Als het nu nog niet lukt, hè, nu ga je zelf de krachten bundelen, PvdA GroenLinks. Als het linkse geluid nu nog niet gaat redden, dan kun je beter de tent sluiten, toch? Nou, ik denk dat we een goede kans maken, want er zijn een aantal partijen die groot kunnen worden. De andere partijen zitten allemaal aan de rechterkant. Als je het over Van der Plas, Omtzigt, maar ook de VVD hebt. En wij laten inderdaad dat linkse progressieve geluid horen. Ja, dus ik heb daar alle vertrouwen in. Als het niet gaat lukken, zou ik de tent sluiten aan die kant. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het ons gewoon heel goed lukken. Ja,